Vandaag zijn we terug met een nieuwe aflevering van The Dark Pictures House of Ashes. In de vorige aflevering is er een break-up geweest tussen Eric en Rachel. En is er nog een break-up geweest tussen Rachel en Jason of Nick? Hoe heet hij? Ik denk dat het Jason is. Dat die... Ik mis altijd tussen die twee. Maar ja, de break-up dus. Ja, je hoort dat als goed. Twee personen zijn gebreak-upt. Eén ja, met dezelfde. Dat is een beetje raar, maar het is gewoon zo. Maar Salim en Nick of Jason, waar ik altijd uit twijfel, zijn we beland in een cave. Ik denk dat we in het hart van de monsters zitten. Dus dat wordt nog heel leuk. De anderen zijn ons op het spoor. Dus ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. Dus vind je het leuk, duimp omhoog. En vergeet niet te abonneren. En we gaan snel even kijken of we nog iets van aanwijzingen kunnen vinden. Want die zullen we wel nodig hebben. In dat boek staat er sowieso geen kloten. Hebben we hier nog iets van een steen of zo die we kunnen bekijken? Van wat we zullen moeten doen? Dat ziet er ook niet echt smakelijk uit. Nou, laat het wel maar rust. Zo meteen komt er zo'n kutwezen eruit en dat schrik ik me de ballen, joh. Het is wel al lang geleden dat ik geschrokken ben in deze game. Misschien had ik dit wel kunnen zeggen met mijn hout vast, maar het is wel zo. Randolph Hodgson. Zit er hier zo random een boek midden in een grot. Oh. Ah, we moeten niet veel lezen. Alle blaadjes zijn eruit. Als ik een boekbespreking moest doen voor school, had ik dat boek gekozen. Zo klaar. Nou, die ziet er ook niet meer gezond uit. En dit ziet er echt uit alsof dat gemaakt is voor slechte bedoelingen, dit pad. Wie maakt dit? Dat vraag je toch af. Dat zijn echt mooie muren. Dat moet toch door iemand gemaakt zijn die... Ja. Ik weet wat ik wil zeggen, maar... Dat kan gewoon niet. Ja, yeah, what you said. What the fuck is this place? Ik heb echt geen flow, jij. But I love it. Is hier nog groot ook? Ik zal hier wel iets van creature zetten. Maar waar? Dat weten we niet. Maar het is wel een mooie plek. Niet dat ik daar wel wil zijn, maar... Wat is deze hel? Dat is mooi. Is dit even real? We are being judged. God is punishing us all. For the mistakes we've ever nou, made. Nou, ga niet sentimenteel beginnen doen, alsjeblieft. Zayn is all I have left in this world. After my wife left us, I gave him my all. I wanted him to have everything I didn't. Single parent. It's a fucking gig. It is. But... Nou ja. My boy has made me very proud. Het is wel een goede vader. Mag je eerlijk wel toegeven. Om alleen voor je kind te zorgen. Bro, ik help je terug naar je zoon. Ik zweer het. Jullie worden gewoon geruïneerd. Alles komt Gucci. Is je conscience clear, Jason? This place. They're sure to come back here. I can hear you thinking. We're waiting for something to happen. Maybe we should take the initiative and make something happen. Would you have mine? We go inside there, and we find a way to hurt them.
Okay. Hey. We gaan ervoor. Out there. Got your back. We'll stand together. Nou. The only way. We worden wel vrienden. Daarom zie je dat een oorlog nooit persoonlijk is tegenover de soldaten. En nu worden ze gewoon vrienden, terwijl ze eigenlijk strijden tegen elkaar. Nog maar eens het bewijs dat een oorlog zinloos is. Yo. Wie werkt is? Er zit er een. Is hij versteend? Of zit hij gewoon stil als een standbeeld? Ook af waar die Clarice is, hè. We hebben haar achtergelaten, maar ze is niet dood. Stay close. Oh jeetje. Oké, laten we dat spellement hier een keer exploren. Daar sowieso al iets glimmen. Het einde. Want dat kan ons helpen. Ik weet eigenlijk niet of het een steen is hoor. Het is iets. Sleep over here. Make of it. This place could have been down here for thousands of years. God didn't make these creatures. No. It's possible we've got this wrong way around. What's that supposed to mean? Wrong beast. And die leeft wel, denk ik. Is dat? Wait, check this out. The fuck is that? That don't sound like any music from where I'm from. Okay, maybe not music. Could be this is echt muziek of zo. Dat voor hun op afstand te houden of zo. Ik denk dat het iets van een communicatiemiddel is of zo. Nou, laat het voorlopig liggen. En dan gaan we hier naar beneden, hè. Rustig naar beneden. Dus dat. Misschien dat dat daarin zou passen. Sleep. Check this out. It's one of those creatures. Only older. Ancient. You don't think it's alive, do you? Ah, alsjeblieft, ga dat niet doen. You touch it. Pussy. Moet dat? Ik, oh my god, godverdomme. Oh my god. Ik zat nog in een schrik, jongen. Thanks. Nu weten we in ieder geval dat niet leeft. That creature is fossilized. Must be millions of years old. Oh my god. What a dickhead.
Hier werd ik even niet goed van. Ik zei daarnet dat ik al lang geleden niet geschrokken ben, maar ik neem mijn woorden terug nu. Hier kunnen we ook niet verder. We mustn't lose sight of each other down here. Wat ligt hier nog? Nog een dooie. Ah, dat is gek armor, of niet? Wat is dat? Oh nee, dat is geen armor. Ik denk dat hij nog leeft. Holy shit. Look at him. Check out that armor. Het is wel armor. Hij leeft nog hoor. Zie je? Shit. Did you see that? I think he's still alive. Oh, that's impossible. In this place, everything's possible. Holy shit. Fucker's been alive all this time, just sitting here with half a head. Fluid. It must have preserved his flesh, his brain. What should we do? We can't leave him like this. Well, shit. Je had enough time to get used to it. Ik zou gewoon de armor zelf pakken. The noise will attract the vampires. Nou, daar ben ik wel mee eens. Even hier geluid maken, maar. Hij is neer. Hij had wel goed armor, hè? Konden we dat niet meepakken? Man, man, man. Soms zijn het ook niet de slimste voor die soldaten. Ja. Godverdomme. Ik schrik me weer hier kapot van. Ik doe dat even niet, hoor. Wel een lang, lang stuk rennen, hoor. Ah, hier gaat het ook weer vuurwerk zijn, zeker? Nee. Oei, oei. Ik weet echt niet waar we naartoe aan het rennen zijn. Ik weet ook niet wat hun bedoeling is hiervan. Maar het zal wel. Shit. We komen hier op een gevaarlijk puntje, heb ik het gevoel. Hier is al fighting area precies. Is dit de put der putten? Zanner. Is dit het waar het om draait? Een groot ei. Wat het ook mag zijn. Pas op hoor, ik denk dat die gaat leven. Yeah. Hebben we wel nog een dynamiet die we kunnen gebruiken? Trouwens niet hoor. Pas op. Quietly. Oh my god. Waarom heb ik hier een slecht gevoel bij? Ik hoor ook van alles kraken. We moeten dus oppassen waar we gaan stappen. Want ik heb het gevoel als we op zo'n verkeerd ding stappen, dat ze tot leven komen.
Dus laten we even voorzichtig, geconcentreerd, diep ademhalend hier doorheen rennen en niet op zo'n tak lopen. Alsjeblieft. Oh, kut. Dit loopt hier dood, wacht hoor. We moeten terug. Ik ga niet op zo'n tak lopen, ik zweer het. Godverdomme, dit is stresserend, ik haat dit. Hier liggen nog van die takken, hier tussendoor. Ja. Ja, oké, nice. Ik wil wel even, eerlijk gezegd, daarheen kijken. Of dat er nog iets ligt. Zo te zien ligt er niet veel. Je, heb ik mijn risico hiervoor genomen voor niks. Oké, hier tussendoor dan. Ja. Daar liggen takken, daar liggen takken. Hier liggen geen takken. Ja, oké, nice. De takken komen dichter en dichter bij elkaar. Hier kunnen we dus volledig gaan doorlopen dan. We gaan naar... Even kijken, oh, ik schrik me van die cutscene die eraan komt. Ligt daar nog bot aan al? Ja, hebben we dit tenminste al goed gedaan? Ga wel even kijken bij die botten. Maar dat zijn ook niet van mensen hoor, dit. Het zijn botten van die beesten. Ja. Dat is heel leuk. Ik wist dat het ging gebeuren. Ik wist het. Ik kon je dat op een blaadje meegeven ook. Oh nee, dat meen je niet. Het ding is, we mogen geen geluid maken. Want anders komen ze allemaal. Dus ik zou niet schieten. Ik zou steken. Wat? Ah, die schieten. Even een noekjoek maken, oh verdomme. Oh my god. We laten ze deur kunnen. I'll cover you. Go. Is Salim er al onderdoor? Of dat hij het einde haalt, is een andere vraag. Maar zo te zien wel. En what the fuck is dit? Jason is er ook doorheen. Nick ook. Shit, Nicky. You turned up like the fucking cavalry. I thought you were dead. En Nick heeft ook een mooie wonde, joh. Erik is er ook doorheen. Colonel, you made it. Man, crawling through that tunnel was a highly unpleasant experience. Ik heb het gevoel dat hij ook ziek aan het worden is. En Rachel is er ook doorheen. Nou, dan zijn we tenminste allemaal samen, behalve Clarice is er nog niet. I'm glad you're here, man. Ja, dat is een mooie plek inderdaad. Wat is this place? We need a plan.
fuck those things up and get the fuck out. Good plan. Sergeant K, what do we got left? So we got, 8 clips of 5.56 FMJ, 3 40mm Hi-X rounds, a couple of 9mm pistols, 4 clips between them. We'll make that work. Niet genoeg. Oh. Plus 2 Vosper rounds. And 1 block. Mochten we niet gebruiken, hè? Composition C4. Ja. All in is not enough. Jason heeft er ook nog. Precies. Yeah, it's all unpredictable. We work with what we got. Now, fuses are shot, but we can use the C4 to detonate them. Let's just hope they still pack a punch. The vampires come from those cocoons. You saw how many there were in that vault? There could be thousands in there. Should we blow them up? Burn as many of those motherfuckers as we can and head for the surface. What do you think, Sergeant? Oorah. I'm not gonna allow him to carry a pistol. We are way past that point now, man. We stand together as one. Ja, precies. Zo, die scratches, ik vertrouw ze niet. Still got that medkit. Now'd be a good time to use it. It's looking pretty late. I can only patch up one person. You need to dress this. No excuses. You won't get any from me. Thanks, buddy. Looks like our explorer friends are here too. We should search this place before we move out. Oké, laten we het onderzoeken. Yep, maar voordat we dat gaan doen, ga ik hier wel bij de aflevering afsluiten. Ik denk dat we even het einde gaan naderen, dus ik ben benieuwd wat er nog gaat gebeuren. Dus hebben jullie genoten? Duimpje omhoog en zet snel mogelijk terug. Yo, yo.